Hi, ik ben Arco van Brakel, ik ben 49 jaar, ik ben spreker bij het Sprekershuis, ondernemer en medeoprichter van het Semco Stijl Instituut. Mijn missie in het leven is om Nederland het meest ondernemende land van de wereld te maken. En mijn missie is vooral om te zorgen dat jij gewoon de belangrijke trends in de wereld kunt vertalen naar je eigen ondernemende gedrag. Of je nou wel of geen eigen bedrijf hebt. Ja, ik heb ongelooflijk veel gedaan in mijn leven, maar er zijn altijd dingen die je nog zou willen doen in je leven. Eén daarvan is duiken op het Great Barrier Reef. Heb ik nog steeds niet gedaan, staat heel hoog op het lijstje. Maar ik zou ook nog heel graag een keertje willen duiken. Het is vaak duiken dus wat ik wil doen bij Antarctica. En zakelijk zou ik heel erg graag ons instituut naar de Amerikaanse, Noord-Amerikaanse markt brengen. Dat heb ik ook nog nooit gedaan. Er zijn ontzettend veel sprekers in Nederland en om je daarvan te onderscheiden is natuurlijk moeilijk, want heel veel mensen hebben fantastische verhalen. Maar ik denk dat mijn onderscheid is dat ik heel veel energie heb, dat ik heel veel eigen ervaring opgedaan in tal van functies en situaties, dat ik het ondernemerschap zelf doorleefd heb, dus dat ik heel veel eigen, pure levenservaring in mijn verhaal kan leggen. Een andere kwaliteit is denk ik dat ik heel goed in staat ben om trends te laten zien, maar vooral mijn publiek en mijn klanten te helpen om die trends naar hun eigen gedrag te vertalen. Wat betekenen de grote ontwikkelingen in de wereld nou voor jou als leider, als ondernemer, als werker, als professional in de wereld waarin we leven? En hoe kan jij nou zorgen dat je toekomstbestendig bent door zelf gewoon aan jezelf te werken, aan je eigen gedrag te werken? Dat is mijn toegevoegde waarde. Ja, een startende ondernemer kan je honderden tips geven, maar het belangrijkste is dat je eigenlijk het ondernemerschap moet kiezen dat bij jou past. Dus blijf bij jezelf. Kies een manier van werken, een manier van ondernemen waar je jezelf comfortabel bij voelt. En heel belangrijk, zorg altijd dat je je eigen doelen volgt, dat je je eigen waarden volgt. Want er zijn nog genoeg mensen die de doelen en waarden van iemand anders proberen te leven. En juist als ondernemer moet je je eigen identiteit creëren. Je moet eigenlijk heel goed naar waarde schatten wat er gebeurt in je leven en wat voor keuzes je op zo'n moment maakt. Ja, dat is een van de meest fascinerende dingen van ondernemerschap. Hoeveel toeval erbij komt kijken, hoeveel geluk. Maar ook hoe je je kans op geluk kan vergroten door gewoon te experimenteren, door er gewoon dingen uit te proberen. Door ja, ook gewoon te accepteren dat niet alles meteen goed gaat. En daar word je beter door. Nou, dat is voor mij de essentie van ondernemen. Ja, het Sprekershuis is een ontzettend prettige club om mee te werken. Het zijn leuke mensen, betrouwbaar, maar vooral plezierig om mee te werken. En doen echt hun best om te begrijpen wat de klant wil en hoe jij er als spreker maximaal op aansluit. En juist dat hele mensgericht en meedenken met iedereen, dus zowel de spreker als de klant, vind ik echt een heel erg onderscheidend criterium van Sprekershuis.